Wij van Koffiediscounter hebben weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze Saeco Intelia. Volledig mat zwart, normaal geprijsd €549. Daar komt ie! €429 voor deze volautomaat voor die top espresso's. Zoals altijd geldt de knaller bij ons van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel even de voorraadmeter, want op is op. Je kan hem natuurlijk gewoon online bestellen, komen de volgende werkdag bij jou thuis afleveren. Maar je kan ook gewoon hier in Naarden bij ons naar de showroom komen. Kan je nog eventjes wat informatie krijgen van de anderen. En natuurlijk, niet vergeten, wil je hem gelijk gaan gebruiken, hebben we speciaal geselecteerde koffiebonen voor je. Weet jij nu al dat de knaller wat voor jou is? Klik dan hieronder. Maar wil je nog wat meer weten? Kijk dan gewoon verder naar onze uitleg. Dit is de Saeco Full, een mat zwart volautomaat voor die top espresso's. De specificaties van deze Saeco volautomaat. Hij heeft een bonenreservoir van 300 gram en hij heeft een waterreservoir aan de voorkant zitten van 1,5 liter. Hij levert een pompdruk van wel 19 bar en hij heeft keramische maalschuiven. Je kan gebruik maken van het AquaClean filter en hij geeft ook heet water. De look and feel van deze Intelia, hij is volledig mat zwart. Hij loopt een beetje afgerond, loopt hij af. De bovenkant zie je het bonenreservoir, daar kan je doorheen kijken. Altijd goed om die echte bonen te zien. En hij heeft een mooi display dat je kan aflezen wat je aan het doen bent. En hij heeft een RVS onderkant. De bediening van dit koffiezetapparaat is zeer eenvoudig. 1 espresso is de 1 keer opdrukken, 2 keer opdrukken, dan maakt hij 2 espresso. Dat doet hij namelijk tegelijkertijd. Hetzelfde doet hij dat met de espresso lungo, oftewel de gewone koffie zoals wij ze in Nederland drinken. Net eventjes wat meer. Hiermee kunnen we de aroma sterkte bepalen. Je ziet, hij staat nu op 3 boontjes. Mocht jij hem wat sterker willen, zie je dat hij 4 boontjes aangeeft. Hou jij van een heel lekker sterk bakkie, dan maakt hij 5 boontjes. En tevens ook decaf. Dan zie je dat je hier bovenop heb je een luikje. Daar gooien we de decafé poeder in. Voor als je bezoek krijgt en die geen cafeïne wil gebruiken. Dan aan de rechterkant hebben we de knop voor het stoompijpje. Als je hier op drukt, dan kunnen we melkschuim van maken. Het is ook bedoeld om net eventjes het kopje warm te maken. En dan daaronder hebben we voor warm water. Dan daaronder hebben we het menu. Nou, we kunnen de koffietemperatuur kunnen we bepalen, minimaal, maximaal of zelfs waar die nu op staat, gewoon het medium. En acknowledge, dat is dat weetje hier. Dan hebben we de standby tijd, die kunnen we zelf bepalen, 15 minuten, 30 minuten, 60 of 180 minuten. Ja, wanneer die dus automatisch op standby gaat. De waterhardheid is belangrijk voor jou in de regio, eventjes de waterhardheid aangeven, want dan weet hij namelijk precies wanneer je dit apparaat moet ontkalken. Het display. Contrast en de AquaClean filter. Meegeleverd bij deze volautomaat is dit AquaClean filter. Die adviseren we je uiteraard wel te gebruiken. Als je die er namelijk inzet, kan je namelijk 5000 kopjes koffie zetten. Nou, dan ben je wel eventjes koffie aan het drinken of dan heb je wel heel veel bezoek. En dan hoef je namelijk het apparaat niet meer te ontkalken. Let wel op dat je af en toe gedurende die 5000 kopjes wel het filter moet vervangen. Dan de volgende is voor het ontkalken om die te starten. En dan hebben we de reset met de fabrieksinstellingen, zodat alles er helemaal uit gaat en hij weer helemaal terug gaat naar de basis. En de aan- en uitknop, die zit gewoon hier in het midden. Nou, laten we eens een lekkere dubbele espresso zetten. Want jij wilde er ook eentje? Nou, doen we het pijpje doen we naar beneden, zodat hij niet spettert. En drukken we gewoon 2 keer op de espresso. Nou, helemaal niks mis mee. Kijk maar eens naar die mooie crème laag. Links aan de voorkant zit de waterbak. Even het stoompijpje omhoog. Doe je hier aan de zijkant even je vingers erachter. Kan je hem heel makkelijk eruit halen. Het heeft een inhoud van 1,5 liter. Nou, daar kan je ook nog het AquaClean filter erin zetten. En je ziet ook, hij geeft heel duidelijk aan op het display dat hij nog niet inzet. En op het moment dat ik hem erin doe, plop, is hij weer klaar voor gebruik. Aan de bovenkant zit het bonenreservoir. Nou, het luikje kunnen we er netjes afhalen. We zien de bonen hier ook heel duidelijk liggen. Je ziet het wieltje wat erin duwt. Dan zien we hier de gele afstelknop. Die zouden wij helemaal naar links draaien. 1 standje terug. Dus de 1 na fijnste stand. En dan vinden wij de koffie het lekker smaken. Aan de rechtervoorkant zit de opvangbak voor de koekjes. De afval van de koffie die kunnen we netjes schoonmaken. Het klepje doen we dan aan de zijkant open. Halen we hier eventjes aan de onderkant eventjes dit lekdekseltje eraf.
Hier duwen we hem naar achteren toe. Het staat er heel duidelijk op. Dan hebben we de Z-groep. Doe deze even één keer in de week even met lauw water even afspoelen. Ja, zorg wel eventjes dat hij dan een klein beetje gedroogd is voordat je hem terugzet. Zetten we het klepje er terug in. Kunnen we die mooi dicht. En het bakje. En op die manier is deze jongen direct weer klaar voor gebruik. Aan de onderkant hebben we de lekbak zitten. Nou, die kunnen we er heel makkelijk zo uitschuiven. Hier zien we ook een palletje in zitten die omhoog komt als een flottertje op het moment dat die geleegd moet worden. Doe deze ook gewoon eventjes iedere dag wel eventjes leeg. Op die manier blijft deze jongen lekker fris. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Thank you.